Dus dit is eigenlijk mijn favoriet onder de moerbeibomen. In die zin, het is niet de best smakende moerbei, maar het is wel de meest betrouwbare moerbei. Okay. Dat is een Morus rubra, dat is een Amerikaanse rode moerbei. Variëteit Illinois Everbearing. En deze heeft het voordeel dat hij ten eerste zeer winterhard is, in de lente laat uitloopt, dus na de periode van lentevorst. Dus nooit lentevorst gaat, of ja, het moet toch al heel erg tegenzitten. Bovendien heeft hij een heel lange vruchtdracht. De eerste vruchten rijpen begin juli en de vruchten gaan door tot eind augustus. Dus je hebt de hele zomervakantie? Dus eigenlijk de hele zomer heb je vruchten. Dat is natuurlijk wel een periode waarin dat je echt heel veel vruchten hebt. Hè. Dus de aanloop is wat minder en dan de uitloop is ook minder, maar er is nog altijd oogst. Dus gedurende twee volle maanden eigenlijk. Bovendien zijn de vruchten zeer lekker. Zijn eigenlijk de vruchten die qua smaak het meeste de zwarte moerbei benaderen. Het voordeel hier is dat je ze heel gemakkelijk kan plukken, want ze hebben een steeltje. Bij de zwarte moerbei is dat niet het geval, dus je kan ze heel gemakkelijk plukken. En bovendien kan je ze lang bewaren ook. Dus in de koelkast als je ze voorzichtig plukt, dus niet te veel beschadigd, kan je ze toch zeker 2 weken bewaren. Commercieel is ook interessant. Ja. Dat is eigenlijk de enige variëteit die je echt commercieel zou kunnen aanplanten. Ja, oké. Okay. Ja, tof. Merci. Ja. Het is ook een boom die, als je hem voluit laat groeien, een beetje een hangende vorm aanneemt. Dus het is geen opgaande groei, maar je kan het nu al wel zien aan de takken. Dat is wel handig. Dus het gaat een beetje hangen. Ja. Oké. Okay.